Goeiedag en welkom op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van stier. Lieve stier, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan, ascendant, je venus teken. Laat los als het niet past. Iedereen bedankt voor de vele aanvragen, de lieve, de richtjes, de likes. Als een persoonlijke reading aanvraagt, er staat een wachtlijst. Ik krijg veel aanvragen waar ik super dankbaar voor ben, want ik groei dankzij jullie. Dus erg bedankt daarvoor. Ik ga eens kijken de uitdaging. Onder in de beschrijving vind je mijn adres www.revibes.nl. Wil je geabonneerd worden, want het is kosteloos? Druk dan op de rode abonneerknop en gelijk op het belletje, zo mis je geen reading. En blijf je altijd up-to-date, hoef je niet te zoeken, krijg je gewoon een melding. En kun je meteen bekijken. Eens kijken, wat mag ik ontvangen? Voor de stier als uitlegging. Let wel, de rollen kunnen vice versa zijn. Nou, dit is echt zo bizar wat ik heb de laatste tijd. Dan zie ik een kaart en dan valt hij eruit. Maar goed. De vijf van zwaarden. Conflict. Jaloezie. Er is geen winnaar in deze strijd. Zo voelt het. Kan met familie te maken hebben. Familiebanden. Het is natuurlijk een liefdesreading. Maar het kan ook heel goed in een huwelijk zijn. Gezin. Hoeft niet voor iedereen. Het kan ook zijn dat er gewoon conflict ergens is. Iemand jaloers is, iemand steek onder de gordel geeft. De hermiet en de koning van staven. Oké, iemand, een vuurenergie kan het zijn, heeft zich misschien afgesloten van je. Moest op zielsonderzoek gaan of heeft zich gewoon afgesloten. Het kan ook zijn dat jij je hebt afgesloten. Dat kan met ego-issues te maken hebben. Dus het kan zijn dat iemand veel te veel met ego bezig was. De dood. Ja, zie. En de ridder van zwaarden. Maar ik zie dat iemand wil in je leven rusten. Ik zie dat er ergens een transformatie of een eind aan is. Twee van cups. Iemand wil misschien weer een samenkomen. Maar de ridder van zwaarden zegt wel iets over onrustige energie, communicatie. Iemand wil iets. Maar iemand is bezig om weg te... Ja. Om weg te lopen. Iemand loopt emotioneel ergens vandaan, is wat ik zie. En daar heb je hem toch, de tien van pentakels. Wauw. Ja. Ik verzin het niet. Iemand loopt emotioneel weg op weg naar stabiliteit. Ik zie een player energie. Ik zie iemand wil een excuses doen naar een soort van stilstand. Of jij dit nu bent, kan er in een huwelijk zijn of een commitment. Hoeft niet, kan wel. Voor sommigen die single zijn, kan het zijn dat iemand in je leven wil rushen. Dit is een kleine cup, kleine aanbieding. Kan het dat iemand een ander inzicht heeft gekregen naar een soort van stilstand. Of je bent het zelf, maar dit is wel iemand die van passie en avontuur houdt. Dus... Wel iemand die veel fysieke aantrekkingskracht tot je heeft. Want dat zie ik hier twee keer liggen. Maar ook onrust met zich meebrengt is wat ik zie. En ik voel dat iemand dat niet meer wil. En eigenlijk stabiliteit wil in gezinsleven of met familie. Of gewoon voor jezelf alles op orde. Ik zie hier een single kaart, victory en een magier. Ja. Iemand die single is, wil misschien victory. Of jij dit nu bent, dit is een beetje jouw energie wel in bovenbewustzijn. Dus het kan zijn dat je nu op dit moment single bent. Dat je daarvoor hebt gekozen, op je paardje bent gestapt en zoiets hebt van weet je wat? Ik ga mijn eigen pad in, ik ga mijn eigen geluk zoeken. Communicatie is wat ik zie. Dus er kan communicatie aankomen of dat is er al. Of ik zie wel een soort dat iemand een ander inzicht heeft moeten krijgen. Of jij dit nu bent of een persoon. Ja, de aas van cups. Zie je, een nieuw begin. Dus het kan wel dat je een nieuw begin gaat krijgen in de liefde. Maar ik zie ook iets van iets met steken onder de gordel. Gemeenheid in een situatie. En dat kan voor jou een uitdaging zijn of zijn geweest. Nog beter over. Ik heb de ramen open. Dus als ik dat hoort, dan is het de wind. Eindelijk lekker. Beetje wind door huis heen. Ja, de tien van staven. Oké, dus iemand die trekt het niet meer, is wat ik zie. Dus iemand heeft gekozen waarschijnlijk, of iemand zit daar nog tegenaan. Het kan zijn dat jij daar tegenaan hikt, maar spirit zegt daar, laat die verantwoordelijkheden los. Want we willen je iets aanbieden, maar als jij gebukt blijft onder deze energie, kan ook zijn dat het je gedachten zijn, hè? Dat jij dus bang bent voor iets. Maar als jij gebukt blijft, dan zie jij deze cup niet die wij jou aan willen bieden. Is wat ik zie. Mag ik weten over die hermiet?
Ja, weer de koning van staven. Wauw, het kan zijn dat echt deze persoon zich heeft afgesloten en andere inzichten heeft moeten krijgen in deze situatie. Van iemand zijn op afstand, of misschien iemand die ouder is. Ja, een aas van, of de ridder van bekers. Die loopt eigenlijk weer naar jou toe. Of naar iemand toe. Tweestrijd zie ik. Ja, verwarring. Dus het kan zijn dat je misschien meerdere personen in je omgeving hebt. Of dat misschien een andere persoon meerdere opties had en niet goed wist wat hij daarmee aan moest. En zich eigenlijk heeft afgesloten. Dus wel liefde heeft aangeboden, maar misschien dat ook bij anderen heeft gedaan. Want ik zie hier die Knight of Wands. En de Knight of Wands is wel iemand die in en uit je leven rust. Samen eigenlijk met een koning van zwaar. Dat is wel een energie die doet iets, maar die denkt er eigenlijk niet bij na wat de consequenties zijn. Eigenlijk net zoiets als de Knight of Wands. Het is geen constante, stabiele energie. Het is geen Knight of Pentacles. Wat mag ik weten over die doodkaart? Ja. Kan hij met een schorpioen te maken hebben? Maar iets moet getransformeerd. Iemand die wil hier echt wel nog weer een kans. Het kan ook zijn dat jullie beiden wel weer een kans willen. Maar ik zie natuurlijk die 8 van Cups. Maar ik ga zo meteen verder vragen. Wat dat is. Wat mag ik nog meer weten over die doodkaart? Dus iemand ziet het nog niet als een eind. Dat is een beetje wat ik voel. De maan. Onzekerheden. Iemand houdt het vast en iemand is ongeduldig. Ja. Ga ze toch even pakken. Dus iemand, ja, iemand. Er speelt onzekerheid. Dus het kan zijn dat je iets, nadat je eigenlijk iets wil afsluiten, of misschien is er een afsluiting, dat je weer iets krijgt. En dat je daardoor, dat er spelen ergens geheimen in. Er komt iets aan het licht, of iemand gaat iets, een excuus brengen. En dat kan dus te maken hebben met een transformatie. En gaat vertellen waarom. Zoiets is wat ik voel. Ja, iemand is ongeduldig. En iemand wil rushen, maar iemand houdt zich nog steeds vast. En ja, 4 van cups en 4 van munten. Dus iemand die kan zijn dat jij teleurgesteld bent, het niet wil zien en je vasthoudt aan materie. Je bent natuurlijk stier, dus je houdt van de zaakjes op orde houden. Wel genieten van genot des levens, dus de Bourgondisch, of in ieder geval wel, ja, gewoon genieten, strijd. Ja, dus wat ik voel is dat er toch een soort van strijd komt en dat iemand kiest of strijd wil loslaten of toch weer strijd komt. Ja, zie toch weer strijd. Ik moet eerlijk zijn. Iemand wil weer conflict opzoeken, is wat ik voel. En ik heb het gevoel dat jij daarom waarschijnlijk vasthoudt. En zoiets heb van die cups, die... het is voor mij klaar. Zoiets is wat ik eigenlijk voel. En dan zie ik hier de cup. Dus het kan wel dat je meerdere opties hebt. Dat je zoiets hebt van, nee, die persoon in het verleden, daar kan ik niks mee. En dan zegt Spirit, kijk omhoog. Blijf niet dan vastzitten aan die energie. Want dan wordt je iets nieuws aangeboden. Want deze persoon kan waarschijnlijk jou steeds weer, of probeert jou steeds weer om te praten of zo. Dat is een beetje wat ik voel. Maar iemand loopt daarvan weg. En iemand zoekt weer stabiliteit. 10 van pentakels. Woeps. Stabiliteit. Helemaal stabiliteit. Ik ga ze even terug doen. Maar de duivel, dus het kan zijn dat iemand toxisch is. De Empress, de krachtkaart. Het halve dek ligt hier. Even kijken en voel, ja, ik ga ze even terug doen, maar heel veel. Dus er ligt heel veel op je pad, is wat ik hierbij voel. Alleen, waar kies jij voor? Kies jij weer om terug te gaan? Of ga je de cup van spirit aannemen, op weg naar een nieuwe kans? Het kan ook zijn dat je wel de keuze gaat maken, dat iemand wel is veranderd. Kan natuurlijk ook, hè. Ik wil natuurlijk niet, ja, iemand uit het verleden. Dus er komt iets karmisch terug. En de Hierofant, jullie kaart. Spirituele inzet. Dus wat ik hierbij voel is dat er dat iemand... ja, en de 4 van staven. Dus iemand wil een lange commitment, is wat ik zie. Dus iets uit het verleden kan weer terugkomen. Dus dat kan deze persoon zijn. Maar het kan ook weer een nieuwe kans zijn met iemand anders. Dat is een beetje wat ik voel. De keuze is aan jou, is wat ik hierbij voel. Dit is wat ik voor je heb, lieve stier. Mocht het race... Oh, ik kan nog eventjes een advies vragen. Sorry, het is stom. Mag ik nog een advies? De 6 van cups. Iemand, ja, toch iemand uit het verleden waar je waarschijnlijk wakker over ligt.
Ja, dan schaart toch weer de duivel. Dus de keuze is aan jou. Het kan ook zijn dat je je schaduwkanten mag gaan onderzoeken. Misschien zelf op onderzoek mag gaan. En de wereld iets afsluiten. Oké, je mag waarschijnlijk iets afsluiten uit het verleden wat waarschijnlijk niet meer diende. Codependency. Je mag een shift gaan maken hierin, want dit is een eind. En daarin wordt bedoeld dat je een bevrijding mag gaan vinden. Die burdens mag gaan loslaten. En daarmee, het kan ook zijn dat je gaat reizen of er is iets waarbij jij bericht krijgt via social media. Of misschien ergens een uitnodiging krijgt. Ja, en laat jezelf ook zien. Dit is wat ik voor je heb, lieve, lieve stier. Mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like, deel. Ik wens je al het goeds in dit proces. De keuze is aan jou, hè? Dus, en dat zal voor iedereen weer verschillend zijn. Ik wens je al het goeds en tot snel. Doeg!